Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Op dit moment veel wolken boven het westen van de Benelux. En tussen die wolken zitten een aantal flink wat zware onmisbuien. En die vooral veel regenlokaal voor zware windstoten hebben gezorgd. En op een enkele plek kwam ook wat hagel voor. Als ik het in beweging zet, dan is te zien dat al die buien geleidelijk aan richting het noordoosten wegtrekken. En achter die buien, daar bevindt zich een gebied met opklaringen. Maar daarin ziet u al een aantal kleine stapelwolkjes. En een van die kleine stapeloks zal eventueel vanmiddag nog kunnen uitgroeien tot een nog zwaardere onweersbui. Met name in het zuidoosten, oosten of midden van het land. En bij die buien is opnieuw kans op veel water. Ook flink wat bliksemontladingen, misschien wel forse hagel. En ook zware windstoten tot 100 km per uur. In ieder geval in de loop van de avond ligt er in het westen van Frankrijk een nieuwe zone voor ons klaar. Dat is deze lijn. Daarop gaan ook verschillende onweersbuien ontstaan. En die zullen een lijn vormen uiteindelijk van zuidwest naar noordoost over het land trekken. En ook bij die buienlijn is er kans op wat hagel, forse windstoten en lokaal misschien ook veel neerslag. Dat is ook te zien wanneer ik de radaranimatie, of in ieder geval de verwachting, aanzet. Dan is te zien dat verspreid een aantal buien boven Nederland vallen. En dat later op de dag vanuit Frankrijk steeds meer buien gaan komen. Uiteindelijk trekken die buien weg. En zal het vanavond op veel plaatsen droger gaan worden. En ook vannacht. Morgen kunnen we dan opnieuw te maken gaan krijgen met buien. Met name in het oosten van het land. Misschien ook kans op een klap onweer. Maar heel veel na mag het eigenlijk allemaal niet meer hebben als we vergelijken met vandaag. Zaterdag wordt het dan ook lichtwisselvallig weer. Met dan vooral in het oosten kans op een enkele bui. In het westen dan ook wat zonneschijn. En zondag verandert er dan nog niet heel erg veel. Vanavond is er dan kans op stevige regen- en onweersbuien. Met name in het binnenland, het oosten en zuidoosten van het land. De temperatuur die daalt nog niet echt en is nog erg hoog met in het noordwesten nog 21 graden en in het zuidoosten van het land maar liefst 28 graden. Uiteindelijk draait de wind wel naar het zuidwesten toe waarmee ietsjes mildere lucht ons land binnenkomt gestroomd. Maar morgen dan krijgt het oosten misschien opnieuw wat te maken met wat warme lucht en felle buien. De komende nacht valt er dan lokaal nog een bui maar zijn er op opklaringen. Bij een enkele bui kan er nog een klap onweer voorkomen. De wind die draait aan zee naar het westen en die blijft zwak. Maar let op de temperatuur, want op veel plaatsen zal deze vannacht niet onder de 20 graden uit gaan komen. En dat betekent dat we zelfs een tropennacht kunnen gaan krijgen. Morgen is het dan wisselend bewolkt met de hoogste temperatuur in het oosten van het land. Daar nog die warme lucht met 26, misschien lokaal 27 graden. Daar wat later op de dag misschien wel een enkele bui met kans op onweer en ook wat hagel. Maar dat zijn niet zulke zware buien als die van vandaag. In het westen van het land blijft de temperatuur wat achter. En daar is het koufront dan inmiddels al gepasseerd en zal het niet veel warmer worden dan 22 of 23 graden. De komende dagen verandert er dan niet heel erg veel. De temperatuur blijft in de middag schommelen rond zo'n 20 graden. Daarbij is het elke dag wisselend bewolkt en soms valt er een enkele bui. En daarbij staat er over het algemeen niet te veel wind uit noordwestelijke of westelijke streken. Dat er niet veel verandert is ook op de lange termijn verwachting te zien. De spreiding is vrij klein, zelfs tot, in lange termijn, zelfs tot op de lange termijn en de temperatuur in de nachten rond een graad of 13 en overdag 21 of 22 graden, misschien lokaal. Mijn naam is Wilfred Janssen van weerplaza.nl.